Nou jongens, dus jij kijkt deze video omdat je een tip wil hebben van hoe je niet juist een waterkoeler moet installeren in je computer. Want ik heb ervaring met één dingetje wat je dus niet dus moet doen met jouw waterkoeler. Oké, dus als eerst, ik dacht van, ik wil even een nieuwe PC hebben. Ik wil zo blitz mogelijk maken, RGB, raampje in de zijkant, want ik heb altijd een dichte kast gehad. En ik let er nooit iets veel op wat in de binnenkant zit. Ik dacht van, ik wil nu even een mooie stap omhoog. Dus ik dacht, een waterkoeler is een mooi onderdeel van. En dacht van, ja, dat is natuurlijk hartstikke cool. Ziet er hartstikke leuk uit, RGB lichtjes, helemaal fancy, flashy, alles cool. Nou, vervolgens dacht ik van, nou, die Noctua DH15 koeler die ik dus eerst had, was best wel een lelijk ding. Wel echt lomp ook. Ik had echt zoiets van, die moet gewoon weg. Dat ding is zo lelijk, je kan wel op kras worden. Toen dacht ik, oké, ik moet een waterkoeler. Ik dus rondzoeken naar waterkoelers. Ik zag dus dat Silverstone een nieuwe waterkoeler heeft uitgebracht, namelijk de Ice Jam 280. Ik dacht, dat is een hartstikke coole koeler. Dus ik dacht van, die wil ik hebben in mijn nieuwe beeld, die ik zo meteen ga maken. Nou, prima. Dus ik Silverstone een bericht gestuurd van, hey, mag ik een koeler hebben? En in ruil voor dat kan ik wat content maken over jullie koeler en dat soort dingen. Nou, Silverstone was helemaal enthousiast. Ik dacht van, ja, hartstikke top. Dus dan werd ik ook enthousiast. Ik dacht van, hey, gratis koeler erbij. Hartstikke idee. Toen stuurde ze het op. Prima, toen moest ik uiteindelijk de PC gaan bouwen. Ik dacht, ik ga dit live streamen, zodat iedereen die mee wil kijken, die kan gewoon meekijken hoe ik dus een nieuwe computer in elkaar zet. Nou, ik was dus bezig met mijn waterkoeler. En ik moest dus een bracket. Dus een bracket is zeg maar zo'n vormpje wat je dus moet installeren op je moederbord. Want natuurlijk, elk moederbord heeft een eigen bracket nodig op formaat zeg maar waar die gaatjes in het moederbord zitten om dat dus vast te zetten. Prima, dus ik moest die bracket moest ik dus tussenuit halen in de waterkoeler. Ik moet deze dus, moet ik er vanaf halen. Dus ik dacht eerst van oké, misschien moet ik er iets wel uittrekken of zo, wat dus eigenlijk de goede manier is trouwens. Maar hij zat nogal stroef, dus ik dacht van als ik dat nog verder ga duwen en duwen, gaat er waarschijnlijk iets stuk. Want ik heb twee linkerhanden, bij mij gaan altijd dingen stuk. Dus ik dacht van, dat zal niet de manier wezen. Oh, ik zie het. Ik snap het. Ik snap het. Nou, vervolgens dacht ik toen van, ik zie nog één andere methode. En ik zie schroefjes aan op de koperen plaat. Heel veel schroefjes trouwens. Dus dat was al misschien een beetje een red flag van, dit zijn veel schroefjes. Dat hoef je niet open te maken, want dit is voor extra kracht om dicht te houden. Maar ik dacht van, oké, dat is de enigste manier nog om het te kunnen openmaken. Dat ik misschien zeg maar zo eruit haal, dingetje eruit kan floepen en dan een nieuwe tussen kan zetten, dicht kan maken, vastschroeven. Weet je? Easy peasy. Ik wil gewoon wat makkelijker maken. Ik zit zo moeilijk te doen. En dit is het enige wat ik nog moest doen, is gewoon dit dingetje eraf schroeven. Nou, vervolgens ging ik openschroeven. Pak! Toen kwam de hel. En kijk de video maar. Dan weet je genoeg. Het is verschrikkelijk. Het is echt een hel. Anders laat ik het gewoon hierop in plaats van dat ik zometeen weer mijn eigen microfoon erbij pak. Oké, dus dan moet je dit ding eraf halen, I guess. Ik heb het gewoon even verkeerd gedaan. King Horse. There is water in it. En het is nu op mijn moederbord. Ja, dat gebeurde dus. Allemaal water in mijn computer. Ik dacht echt van, nou, mijn hardware is gewoon kapot. Maar alleen op een moederbord. Maar ja, ik had zoiets van, ja, als ik daar weer pindjes in ga doen of wat ook, dat gaat natuurlijk kortsluiting geven en dan is de hele computer fried. Dus ik had zoiets van, fuck, ik ben haastig als wat. Dus ik dacht meteen van, nou, wat moet ik doen? Dus eerst dacht ik, ik moet alles laten opdrogen. Want ja, als het droog is, dan kan het gewoon niks meer doen. Toen dacht ik van, ja, er zit allemaal wat smotsel tussen. Want het is niet zeg maar je normale water wat in de waterkoeler zit. Het is een beetje een mixture van allerlei zooi. Dus ik dacht van, ik doe het met alcoholdrupjes zeg maar erin. Zodat het een beetje verdampt en dan een beetje pssch, wegschroeit. Net zoals het coronavirus, dat je elke keer met alcohol met handen wassen. Dat het gewoon allemaal dood gaat.
En toen... toen uiteindelijk weer gefeund over de alcohol heen, want dat gaat op zich vrij snel droog. En ik heb altijd haast. Dus na een uurtje of zo was ik al meteen weer van, ja, computer aan. En gelukkig deed alles het nog. Ik heb vervolgens de oude koeler, de nachtje, waar heb ik weer geïnstalleerd. Want ik had zoiets van, mist water uit de waterkoeler, dat ga ik dus niet meer doen. Dus ik had maar een bericht gestuurd naar Silverstone van, hey, er is een beetje een dingetje gebeurd. En hun waren echt zoiets van, dude, you made my day, je hebt mijn dag gemaakt. En ze vonden het wel grappig. Ik wist niet dat jij zeg maar voor het eerst een waterkoeler installeerde, anders had ik wel tips meegegeven. Maar goed, hier heb je alsnog tips bij, hoe je het moet doen. En wij sturen een nieuwe waterkoeler af, wat ik dus echt enorm tof vond van Silverstone. Super bedankt, shout-out naar Silverstone. Wil je de producten aan zien, de IHM zit in de beschrijving. Ik laat je nu ook wel clips zien van hoe de cooler eruit ziet. Het is best wel een mooie cooler, dus als jullie geïnteresseerd zijn, het is echt een top ding. Hij koelt goed, hij is lekker stil als je de goede, hoe noem je dat? Die case fans op een snelheid doet. Ik ken niet meer zo snel de naam. Maar als je de case fans dus op een bepaalde snelheid zet, op bepaalde temperaturen, dan is hij echt super stil en is het een super fijn ding. Maar ja, je moet het allemaal wel weten. Ik weet het nu, dus ik heb geleerd. Dus ik dacht van, ik geef jullie de kennis mee. En natuurlijk een lachertje van deze video mee. En ja, dat was het ook wel. Succes met jullie waterkoeler installeren. En doe het niet zoals mij. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.